Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Tja, vandaag in Dommeland Live gaan we praten met onze eigen wethouder Peter van der Wiel aangaande de Week van de Duurzaamheid. We gaan praten met onze burgemeester aangaande de BIN, oftewel het Buurtinformatienetwerk. En wie gaat er in deze ijskoude bak met water straks? Hij schijnt net boven de 0 graden te zijn. Het is vandaag dinsdag 4 oktober. Welkom bij een spetterende uitzending van Dommeland Live. Ja, ik vertelde het net al, onze eigen wethouder Peter van der Wiel is aanwezig. Dank je wel. We hebben je uitgenodigd dankzij de Week van de Duurzaamheid eigenlijk. Het is ook hard nodig, want de bokser die moet over 4 jaar aan verschillende eisen voldoen. Vertel even voor de mensen het begrip duurzaamheid. Duurzaamheid, ja, het wordt vaak gebruikt als een containerbegrip, maar het heeft natuurlijk echt inhoud. Duurzaamheid, gewoon even heel simpel gezegd, wil dat gewoon zeggen dat met al ons handelen, alle activiteiten die wij ondernemen, dat we rekening houden dat onze kinderen en onze kleinkinderen gewoon dezelfde kansen moeten krijgen als wij zelf hebben. Dus we moeten geen roofbouw plegen op grondstoffen, op het klimaat, op de natuur. Niet ten koste van de kansen van onze kinderen en kleinkinderen. Daar gaat het om. Kun je voor mij eens praktisch noemen wat voorbeelden? Nou, als je ertsen bijvoorbeeld, als je die wat we nu doen, uit de grond halen, metaal eruit haalt. En als je daar lichtzinnig mee omgaat en het alleen maar zodanig verwerkt dat het naderhand op de afvalhoop blijft. En dus op die manier gewoon niet hernieuwd gebruikt kan worden, mm-hmm. Ja, dan krijg je op een gegeven moment een periode dat je geen materiaal meer hebt om spullen mee te maken. Als het klimaat, als wij roofbouw plegen op het klimaat, ja, kijk maar rond het afgelopen jaar, het voorjaar met de regen. Als wij doorgaan op de weg zoals we nu bezig zijn, dan wordt een groot deel van de aarde onleefbaar. Dan kan het misschien in Nederland nog wel meevallen, maar grote andere delen van de wereld worden onleefbaar. En daar gaan wij in Nederland ook de gevolgen van merken. Maar als ik ook denk aan praktische voorbeelden, moet ik dan ook denken bijvoorbeeld aan de plastic tasjes waar je voor moet betalen? Ja, natuurlijk. Als je hoort hoeveel plastic soep er in de oceaan drijft, dan is dat echt een grote bedrijving. Ja, plastic soep bedoel je maar even dat mensen denken. Maar plastic soep is al het plastic wat in de oceaan drijft. Ja. En heel veel van de plastic, dat zie je amper, want dat is helemaal verpulverd. Maar in de oceaan is dat gewoon heel, heel duidelijk aanwezig. En dat zijn gigantische hoeveelheden. Mm-hmm. En dat gaat op een gegeven moment het leven in de oceaan onmogelijk maken. En als er geen leven in de oceaan is, ja, dan kan ik je verzekeren, dan is er op land uiteindelijk ook geen leven meer mogelijk. Ja, jullie zijn een soort samenwerking aangaan met ondernemers, heb ik begrepen, toch? Of niet? Op het gebied van duurzaamheid. Ook aangaande de Week van de Duurzaamheid. Ja. Nou, wij hebben in juni een bijeenkomst georganiseerd, omdat mm-hmm. we gezegd hebben, wij willen gewoon een nieuwe duurzaamheidsagenda maken, omdat de nood gewoon heel hoog is. We hadden een duurzaamheidsagenda die heel veel vanuit het gemeentehuis bedacht mm-hmm. was. Maar we zijn in feite met een nieuwe manier van werken en een nieuwe manier van denken bezig. Met meewerkend Bokstel. En dat wil zeggen, we willen de samenleving, de burgers van Bokstel, de bedrijven, de maatschappelijke organisaties uitdagen om de handschoen zelf op te pakken, om zelf met initiatief te komen. En wij kijken waar wij als gemeente ondersteunend daarin mee kunnen werken. Nou, we hebben in juni zo'n bijeenkomst georganiseerd. Mm-hmm. Er kwamen dik 100 mensen op af, dus dat was echt een geweldig succes. Wow. En we hebben gezegd, na de zomervakantie, dan starten wij met 4 thema-werkgroepen waar we met een uitvoeringsagenda gaan komen op de punten. En dat was dus 1, en daar doel jij op, is ondernemend leven in Bokstel. Dus daar hebben we de ondernemers uitgenodigd en die waren er ook veel. En we hebben een werkgroep Samenleven in Bokstel. Dat gaat meer over het menselijke aspect. Hoe leven we als mensen goed met elkaar? We hebben Groen Leven in Bokstel, dan gaat het over natuur en landschap.
En we hebben een vierde werkgroep, dat is energiek leven. En dat is omdat we gezegd hebben, het klimaatprobleem is zo groot dat wij in Bokstel, ook in Bokstel, een lokaal klimaatakkoord af willen gaan spreken met onze gemeenschap. Ja, ik zei het net al, over 4 jaar zijn er toch bepaalde eisen die gesteld gaan worden, hè, door het Rijk ook. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ja. Kijk, er is een klimaattop in Parijs afgesproken, ja, dat er een grens ligt aan waar de aarde aan kan. 2 graden stijging van de temperatuur van de aarde. Als het meer dan 2 graden wordt, wordt de aarde echt onleefbaar. Hele grote delen onleefbaar. Nou, dat betekent dat wij in 2050 energie neutraal moeten zijn. In feite in heel de wereld. Ik ben heel blij dat in Bokstel van onderuit eigenlijk gezegd is, ja, daar zijn we veel te laat mee. We moeten die stappen eerder zetten. In 2030 willen wij energie neutraal zijn. Ja. Ook de Nederlandse overheid heeft dus de stip op de horizon gezet. 2050 energie neutraal. Wij zelf hebben gezegd, nee, wij moeten die stappen zetten en zorgen dat we in 2030 het al zijn. Dus de ambitie en de lat in Bokstel ligt hoger dan dat die nationaal in Nederland ligt. Je hebt het over energie neutraal 2030. Hoe gaat dat er dan uitzien, denk je? Ja, dat is echt een totaal andere wereld, Geert, als waar wij nu in leven. Want dat zal een gigantische uitdaging worden. Wij hebben laten kijken waar het energieverbruik op dit moment, hoe dat plaatsvindt. 1/3 van het energieverbruik in Bokstel, dat wordt gebruikt door zeg maar onze burgers in hun woningen. Mm-hmm. 1/3 wordt verbruikt, ruim 1/3, 37% om precies te zijn, door de ondernemers. En dan heb je nog 1/3 ongeveer wordt verbruikt door, een klein 1/3, door mobiliteit en infrastructuur. Dus ons vervoer op die manier. Dat betekent dus dat als wij energie neutraal willen zijn, dat wij in 2030 niet meer op fossiele brandstoffen zullen moeten rijden. Dat we elektrisch moeten rijden of met de fiets. Maar zeker in ieder geval het elektrisch vervoer zal massaal ingevoerd moeten worden. Onze woningen zullen allemaal in 2030 energie neutraal moeten zijn. Dus de bestaande woningbouw, ja, dat is maar terecht dat je zo kijkt, hoor. Dat is een gigantische klus. Ja. Maar om die allemaal te verduurzamen naar een A-niveau, wil zeggen dat je dus heel ver moet gaan. De nieuwbouwwoningen, dat moet wel gaan lukken dat we die energie neutraal gaan bouwen. Maar het grootste gedeelte zijn natuurlijk de bestaande woningen. Maar ook het bedrijfsleven zal heel veel moeten doen. Dus wij moeten het op een aantal aspecten. Wij zullen aan windenergie moeten. Mm-hmm. Ik zeg het ook steeds. Moet ik me dan voorstellen dat de Campina straks helemaal vol staat met windmolens? Nee. Want ik denk dat we ook aan natuur en landschap moeten denken. Maar ik denk wel dat wij een aantal, 4, 5 windmolens op Bokstels grondgebied moeten zoeken. Waar we die op de meest verstandige plek neer kunnen zetten. Maar wil je echt een sprong maken, als je 3, 4 windmolens neerzet, dan heb je zeg maar de energiehuishouding van de helft van de bestaande woningen in Bokstel energie neutraal gemaakt. Dus om aan te geven hoeveel dat we moeten doen. Maar dan moet je nog heel veel doen, hè? Zo. Dan heb je ongeveer 15% van ons totale energieverbruik op die manier opgewekt. Mm-hmm. Dan moet je aan zonnepanelen. Zonnepanelen zijn ontzettend belangrijk. Het is een bijdrage die iemand individueel kan doen. Mm-hmm. Maar om een idee te geven, als je ongeveer 3 hectare zonnepanelen hebt liggen, mm-hmm, is dat vergelijkbaar met 1 windmolen. Tch. Dus wij zullen massaal ook aan zonnepanelen, aan de zonne-energie moeten. We zullen aan zonne-energie, we zullen aan de windmolens moeten, we zullen aan, want het allerbelangrijkste is natuurlijk eerst zorgen dat je minder energie verbruikt. Mm-hmm. Dus dat is je huis isoleren en mm-hmm, dat soort maatregelen nemen. En wij zijn in Bokstel heel actief op het gebied van biomassa. Want biomassa is ook een mogelijke energiebron, een duurzame energiebron, waar je ook heel mooie resultaten mee kunt bereiken. Het is wel heel, hoe zeg je dat, vooruitstreef. Binnen 13 jaar in principe, want we zitten bijna eind 2016, begin 2017. Ja. Dan moet het in 13 jaar. Hoe worden de burgers daarin geïnformeerd straks? De burgers worden er dus nu volop in betrokken. Ja. Ik heb al gezegd, in juni waren er dik 100 burgers. Nu zijn er ongeveer een 60 burgers,
maar ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, dus vanuit de ondernemingen, die mee aan het denken zijn van welke stappen willen we nu zetten. Mm-hmm. Dus het zijn vooral de burgers die nu heel actief zijn, mm-hmm. en die bij ons op de deur kloppen en zeggen, gemeente, breng ons in onze kracht en faciliteer ons en ondersteun mm-hmm. ons. Dus maak waar je steeds zegt, meewerkend Bokstel. Ja. Nou, het gebeurt volop. Het zijn de burgers die de boel nu mee aanjagen. Ja, daar ben ik heel blij mee. En wat zijn de actuele acties eigenlijk die nu op dit moment getroffen zijn vanuit de gemeente al? Wat acties? Wij hebben bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen. Dus we hebben een fors budget waarbij we inwoners stimuleren van, als je zonnepanelen aan wilt of op je dak wilt leggen en je hebt het geld er niet voor, kom naar ons. Je kunt tegen een hele lage rente, veel lager dan de Rijksoverheid, want die heeft ook een duurzaamheidslening. Maar bij ons kun je tegen aantrekkelijke voorwaarden, leg ze erop en je verdient het gewoon meteen terug doordat je een lagere energierekening hebt. Wij hebben EPA-adviezen gefinancierd. Dan kun jij in jouw huis een EPA-advies, dat is gewoon een advies waar een deskundige naar jouw huis komt kijken. En die kijkt rond en die adviseert jou op welke manier jij het meest effectief energiebesparingsmaatregelen kunt nemen. Mm-hmm. Dat verdien je meteen terug. Ja. Nou, dat advies, dat hebben wij financieel ondersteund. Nou, dat zijn dus de initiatieven op het gebied. Maar moet ik dan ook bijvoorbeeld denken aan het biomassaplein? Het biomassaplein, dat is dus de biomassa waar ik het net over had, de GreenTech. Ja. Wij starten in januari met een biomassaplein. Wat er nu gebeurt met de biomassa, en ja, biomassa, dan moet je dus denken aan snoeiafval uit de tuinen. Dus grasmaaisel, dat soort dingen. Maar in het plein nu hebben we alleen maar houtige biomassa, de snoeiafval. Nou, de biomassa kun je vergassen en vergisten. Mm-hmm. Daar kun je energie van maken. Mm-hmm. Dat is dus duurzame energie. Het grote voordeel daarvan is dat je dan ook nog iets overhoudt waarmee dat je voedingsstoffen voor de bodem overhoudt. Mm-hmm. Want dat is ook heel belangrijk. Het is belangrijk dat we geen roofbouw plegen op de bodem, want dan zijn we ook weer niet duurzaam bezig. Maar die hou je over. En je houdt nog een restant over en met dat restant kun je bioplastics maken. Plastic is nu van aardolie, dat is troep. Die vergaat, dat vergaat mm-hmm. bijna niet meer, mm-hmm. dat plastic. Maar van biomassa, dat plastic, is gewoon biologisch afbreekbaar. En dat is dus een heel aantrekkelijk duurzaam product. Nou, daar zijn we ook in Bokstel vanuit de GreenTech-gedachte gewoon heel ambitieus mee bezig. Het zijn allemaal heel veel plannen. Merk je dat, of merk jij dat het voor sommige mensen ook een verf van mijn bedshow misschien is? Dat heb ik lang gemerkt, ja. Want we zijn er natuurlijk lang mee bezig. Bokstel heeft de naam hoog te houden op het gebied van duurzaamheid. De kleine aarde is de bakermat van duurzaamheid ligt in Bokstel. Mm-hmm. Hier is het begonnen in 1972. En overal waar je in Nederland komt, als je het over Bokstel hebt, hebben ze het over de kleine aarde en duurzaamheid. Desondanks is het toch wel nog een behoorlijk lang geweest dat de grote massa, ook in Bokstel, er nog niet zo heel actief mee bezig was. Maar je merkt echt de laatste jaren dat totaal aan het veranderen is. Kijk maar eens rond, kijk maar eens naar de zonnepanelen die er liggen. Dat zijn er gewoon onvoorstelbaar veel. Kijk maar eens op zo'n avond. Daar kregen wij 7 jaar terug geen 100 mensen op af die daaraan mee wilden denken. En wij hebben ook steeds gezegd, we vinden het heel belangrijk dat hier de doorsnee inwoner van Bokstel komt. Ja. Niet alleen maar de duurzaamheidsgoeroes, want die hebben we in Bokstel veel. Daar zijn we heel trots op. Maar het moet niet het feestje van dat kleine clubje worden. Het moet een feestje van de hele Bokstelse inwoner worden. De hele Bokstelse gemeenschap worden. Mm-hmm. Omdat we allemaal moeten zien dat het gewoon een absolute noodzaak is, willen wij deze aarde leefbaar houden. En we hebben een dia, als het goed is, met een aantal activiteiten. Ik weet niet of je ze kunt lezen. Ja? Welke zou jij nou adviseren? Van harte aanraden eigenlijk. Nou, ik ben een tijdje terug in contact gekomen met Bas Sanders, die met de biomimicry bezig is. Mm-hmm. Nou, als er iets een fascinerende wereld is, is de wereld van biomimicry. Heel simpelweg gezegd is dat
dat is de wetenschap die zegt, als je echt wilt innoveren, dan moet je leren uit de natuur. En dat is geen luchtfietserij, want ik zal je een paar voorbeelden geven. In Japan, de hoge snelheidstrein, die is 1-op-1 nagemaakt van de snavel van een ijsvogeltje. Want de redenering hier is, 4 miljard jaar geleden had je op de wereld eencellige. En die zijn aan het ontwikkelen, evolueren gegaan. En die hebben zich steeds perfect aangepast aan wat nodig was om te overleven. Dus als je ergens wilt leren van hoe dat je in feite toekomstgericht moet overleven, dan is het in die natuur. Een ijsvogeltje, als die op het tak zit en die duikt naar een vis toe, dan mag de lucht niet trillen, want dan is die vis weg. Dus die moet zonder luchtweerstand bij het water zien te komen. Nou, daar hebben ze de neus van die trein in Japan van nagemaakt. Op dit moment, de lotusbloem is een bloem, die heeft een heel apart oppervlakte. Mm-hmm. Als er een waterdruppel op valt, dan is het net alsof je een druppel tin hebt. Dat ligt er als een druppeltje en als je die bloem zo houdt, glijdt er zo af. Ja. Die neemt al het vuil mee. Op dit moment zijn bedrijven bezig om te leren van die organisatiestructuur van de lotusbloem, mm-hmm, om een coating te maken die precies hetzelfde realiseert. En dat betekent dat jij je auto nooit meer hoeft te wassen. Want je smeert die coating over je auto. Peter, hoe ga je nou zeggen? Dat is mijn zondagse uitje. Godzakkes. Mag ik mijn auto daar niet meer wassen? Maar ik denk toch wel dat heel veel mensen het heel aantrekkelijk vinden. Oh, dan ben ik af en toe even thuis. Hè? Ja, ja. Het is wel de innovatie, hè, op bedrijvigheid waar we het van moeten gaan hebben. Ja. En zo zijn er echt heel veel voorbeelden meer. En er wordt op die lezing van biomimicry, gaat Bas Sanders er meer over vertellen. Dat is echt heel interessant. Heb je nog tips voor de burgers? Hoe ze nu al bepaalde dingen zouden kunnen toepassen? Ja, de burgers kunnen onvoorstelbaar veel doen. En er gebeurt gelukkig ook steeds meer. Heel belangrijk is als je kijkt naar tandjes. Als je gaat kijken in Oost rond. En helaas zijn er nog veel te veel mensen die een voor- en achtertandje helemaal betegeld hebben. Maar we hebben allemaal te maken met de gevolgen van de klimaatverandering en de hevige hoogstbuien die er zijn. Mm-hmm. Straten die onderlopen. Nou, dat is echt een probleem. Wij moeten terug naar een tijd dat het water de kans krijgt weer om gewoon kan in de bodem weg te zakken. Ja. En dan zullen mensen de verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus minder betegelen in je tuintje. Plant is bijenvriendelijke planten. Het is echt een geweldig probleem. We hebben het altijd over het klimaatprobleem. Maar de bijen zijn massaal aan het uitsterven. En als de bijen echt uitsterven, hebben we ook een geweldig probleem. Ja. Want heel onze voedselvoorziening en de ontwikkeling van natuur en landschap, daar hebben we de bijen voor nodig. Bijen, vlinders zijn onmisbaar. En die zijn aan het uitsterven. Dus zorg dat je in je tuin daar ook aandacht aan schenkt. Zonnepanelen. Je huis isoleren, een keer vaker met de fiets gaan, de elektrische fiets die massaal gebruikt wordt. Ja, je hebt zo onvoorstelbaar veel kleine maatregelen, maar die wel heel belangrijk en heel wezenlijk zijn. Dus als je vraagt, kan een burger iets doen? Ja, ze kunnen ons onvoorstelbaar veel doen. Super, dankjewel. Voor meer informatie, check onze website www.omroepdommeland.nl. Ook voor informatie over het gebeurt in je buurt. Peter, tot de volgende keer. Dankjewel. Ja, en onze volgende gast die beklom onder andere de Kilimanjaro. Kijk even mee. Hier met de foto aanzetten. Respect Frans, ben je zelf aan het filmen? Hoe is het? Ja, goed. Alleen weer vanmorgen een keer gevallen. Ja. We waren helemaal naar boven geweest, jullie ook? Waar dat kruis staat? Bij Kilman Point. Ja. Was dat Kilman Point weer this morning? Ja. En mijn schoenen, die slippen, gingen een keer bom op die rotsen. Dus dat doen we een beetje zeer, maar merken al niet meer. Maar jij laat er wel even zien waartoe de menselijke geest en lichaam in staat is. Ja, natuurlijk. Mooi. Helemaal niks aan de hand. Nee, helemaal niks aan de hand. Als ik straks een paar uur geslapen heb, dan denk ik al niet meer. Maar gisteren heb ik ook geen rust gehad. Hè. Toen moesten wij helemaal hier naartoe. Ja. En toen moesten we nacht om 12 uur weg. Ja, klopt. Ja, kort nachtje. Ja, vind het gek dat ik een beetje... Loop lekker door, want de groep is op je aan het wachten. Warm woord. Met een warm hart en een groot applaus.
Laatste meters. Ja. It's used to carry bodies from the mountain. No, you just go with yourself. Yeah. But I know that you got a couple of short knees, but he told me that yesterday. And now he wants to carry me. Come on. Come and body carry me, oh, oh, sweet chariot. Come and body carry me, oh. Hakuna Matata. I love you guys. Ja, vitaal jong blijven, dat is het credo van Frans Verbeers. Frans, welkom. Dankjewel. Je bent 77, maar ik zou het echt niet zeggen. Dankjewel. Ongelooflijk. Dankjewel. Voordat we daar verder op doorgaan, ik vergat het net aan Peter te vragen. Het is wel Werelddierendag. Ik heb het eigenlijk voorgenomen om het iedereen te vragen. Wat is nou jouw favoriete dier? Hond. Een hond? Ja. Waarom? Omdat ik er 16 jaar in gehad heb. Ah. Maar hij is helaas overleden. Maar ja, dus dat is wel mijn favoriete dier, ja. Ja, we gaan het hebben over, je doet zo enorm veel. Ja. Je leeft supergezond. Wanneer ben je ooit begonnen met zo gezond te leven? Nou, dat is, ik denk zo'n beetje na mijn 40ste begonnen. Toen heb ik toch gedacht, als ik het niet anders ga doen, dan zal ik geen 77 worden. Dus ben gestopt met roken, ben gestopt met drinken. Alleen sociaal natuurlijk wel een beetje, maar niet overdreven. Ja. En toen ben ik eigenlijk weer gaan sporten, wat ik jonger ook deed, maar toen leefde ik er maar op los. Dat ging, die combinatie gaat wel als je jong genoeg bent. Maar als je ouder wordt, gaat dat niet. Dus ik heb dat allemaal afgezworen. Dus zodoende ben ik gezond gaan leven. Dus veel sporten, veel avonturen beleven, hele wereld afgereisd, overal geweest, alles gedaan. Ja, het houdt niet op. Ik vind het nog steeds leuk. Ja, ik ben dan wel benieuwd, hè? Frans van Beers, je ziet er zo uit, je komt hier op je prachtige laars aan. Hoe ziet jouw dagindeling eruit? Oh, die begint 's ochtends om 5:15. Dan sta ik op, dan ga ik eerst op mijn matje zitten in een lege kamer, want de jongens zijn het huis uit, dus we hebben plek genoeg nou. Dan begin ik ademhalingsoefeningen te doen. Als ik daarmee klaar ben, dan ga ik opdrukken. Dan ga ik naar beneden. Ik heb buiten om een veel grotere ton staan als die. Ja. Er staat zo'n 600 liter water in. Dan ga ik dan 10 minuten, 8 minuten, net zo het uitkomt, inzitten. En dan ga ik weer naar boven, ga ik koud douchen. En dan begint eigenlijk mijn dag. En dan ben ik fit en fris. En ja. Ik vind het ongelooflijk. Zo, dan begint mijn dag. Dan begint mijn dag. Maar is het dan vooral bij jou de mindset of is het ook het lichamelijke? Het is een combinatie van. Dus het gaat niet alleen als je lichamelijk nog zo goed in de goede vorm bent en je zit in je hoofd niet goed in elkaar. Dus mindset, doorzettingsvermogen, al die dingen, karakter, dan gaat het nog niet. Maar ik vind het ook leuk om te doen en het overbrengen op andere mensen. Dus ja, want je had het net al over ademhalingstechnieken. Waarom is het zo belangrijk? Nou, het zuivert je lichaam, het reinigt je lichaam, het maakt je lichaam basis, dus je zuurgraad. Je pH-waarde stijgt, dus je hele lichaam wordt gezonder, dus dat is de grote lijn, hè? Want als jij een hoge zuurgraad hebt, of je lichaam is basis, dan kun je ook vrijwel niet ziek worden. Altijd als iemand ziek wordt, heeft hij een lage zuurgraad, een slechte zuurgraad, en dan heeft de bacterie ingang om iemand te besmetten met, weet ik wat, alle soorten ziektes. Dus dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte. Maar er komt natuurlijk ook koude technieken bij. Ook belangrijk, koud afdouchen. Je hoeft niet direct... Waarom is dat zo belangrijk dan? Omdat je doorbloeding er beter door wordt. Je lichaam, je immuunsysteem versterk je. Ja. En je wordt een beetje robuuster van binnen. Wij zijn allemaal gewend, en als je hier ook hier sterf je gewoon van de hitte. Ja. En dat is eigenlijk veel te warm. Bij ons gaat de kachel in de winter, staat die niet hoger dan 16 graden. En dan vind ik het eigenlijk nog te warm. Loop jij dan in de winter dadelijk ook in zo'n t-shirtje rond? Dat krijg ik wel klaar als mijn vrouw niet in de buurt is. Anders zegt ze, neem nou een vest of een trui mee. Maar ja, omdat je dan, je lichaam kan meer verdragen. Wij zijn allemaal mietjes geworden, helaas. Ja?
Het is niet anders. We hebben hier een bak met water in de studio staan. Er gaat straks nog heel wat ijs bij. Want je wordt ook wel de Iceman van Boxer genoemd. Ja, ja. Dat heb ik niet bedacht hoor. Waar komt het vandaan dan? Nou, ik ben alles meer op de dingen geweest. Ik heb de Kilimanjaro beklommen, de Everest en al die dingen. En ik denk dat er iemand IJsman van gemaakt heeft. Maar ik heb ook de studie bij Hof gedaan, dus die dat geïntroduceerd heeft in Europa. Want het is eigenlijk duizenden jaren oud en het komt eigenlijk uit Tibet. Ze noemen het Tumo. Ja. En ja, er is heel veel enthousiasme voor. Het is ook goed voor de menselijke gezondheid, maar het is eigenlijk niks nieuws. En ja, dan ga je in ijsbaden. En ik heb mee records gedaan in Amsterdam met 600 man in het ijs om het Guinness Book of Records te halen. Ja, voorjaarsduiken, noem maar op alles. En dan op een gegeven moment gaat dat naar je leven leiden. En dan zegt iemand, IJsman van Boxel, nou, dan ben je het in één keer. We gaan er straks nog veel meer over praten, maar ook even terug naar die bergen. Daar heb jij best veel landelijke media-aandacht voor gekregen. Ja, ja. Kijk even mee. Ik zou er toch niet aan moeten denken. Je hebt een opleiding gevolgd om instructeur te worden bij Wim Hof. Ik ben zelf nou instructeur, ja. Ja. Dus, kun je er iets over vertellen? Nou, ik heb Hof leren kennen door mijn vrouw. Mijn steun en toeverlaat. Die had gedacht dat ik maar eens naar zijn workshop moest gaan in de Spiegelgebouw in Amsterdam, of zo heet dat geloof ik. En, waarom vond ze dat nodig? Ja, ze zegt, dat is iets voor jou. Ik hou wel van avonturen. Ik doe van alles wat wat gek is of raar is of wat ik leuk vind. Okay. En toen ben ik eigenlijk heel enthousiast geworden. Dus ik heb zo'n cursus gedownload. En via de computer ben ik zelf aan de gang gegaan, weet je niet. Nou, ik dacht dat ik haast had. Dat was achteraf niet zo. Maar de derde week had ik al een blaasontsteking. Want ik ging al 10 minuten om in de koude douche staan. Ja, dat moet je wel opbouwen. Hè. Dus gewoon met een paar seconden en geleidelijk aan. Dus toen dat voorbij was, had ik mijn cursus uit bijna te lopen. En toen heb ik me aangemeld voor een instructeurscursus. En dat heeft een dik jaar geduurd, want je moet dan ook een week naar Polen. Ja. Je moet in Nederland een paar weekenden naar de school en dan ook thuiswerk, huiswerk dus. En dan ben ik geslaagd voor IJsman. En nou ga ik er zelf workshops in geven. Ik heb ook een collega die geeft dan voeding. Dus ja. Er zit een hoop voeding in, adviezen, noem maar op. Hij is leraar Chinese geneeskunde. Dus we vullen elkaar mooi aan om er een prachtige dag van te maken voor de mensen die interesse hebben. En ik had ergens gelezen dat je na één les al 10 minuten in de sneeuw kan liggen. Dat wordt geschreven dat je na 10 minuten in een ijsbad kunt, of kunt gaan liggen. Nou, ik denk als je 10 minuten in een ijsbad legt, dat je hem ook gelijk in een kist kunt schuiven. Dus, maar waar dat vandaan komt, dat weet ik niet, want normaal ga je in een ijsbad als er echt zo'n laag ijs in zit. Mm-hmm. Nou, als de mensen dan, want iedereen is te vrij. Hè? Dus het hele idee daarachter, dat stamt waarschijnlijk uit de tijd dat Hof dat introduceerde in Nederland. Maar dat is gewoon de kers op de taart, vind ik. Mm-hmm. Ja, je hoeft niet, als ik workshop geef en iemand heeft geen zin om in het ijsbad te gaan, dan gaat je maar niet in. Maar ik heb het nog nooit gezien, mensen gaan er altijd in. Want één stapt erin en die wordt er helemaal euforisch van. Er gebeurt iets met je, met je geest en lichaam. Het is een combinatie van. Een ander man gaat erin. Mijn vrouw die stapt er zelfs de laatste keer nog 2 keer in. Zo. 2 keer achter elkaar. Die vond het heerlijk, was in Amsterdam. Dus. Ja, we maken net wel een klein grapje over van je kunt iemand er dan na 10 minuten uitleggen. Maar sinds dit jaar zijn er 4 mensen door de technieken bij het Hof, komen te overlijden. Ik denk dat die meneer Hof dat niet propageert. Maar hoe sta jij daarin? Nou, ik vind het grote onzin. Want als jij
die oefeningen leert en je zou bij mij op een les komen, dan zeg ik al, dat moet je niet in de douche doen. Dat moet je niet achter het stuur doen. En zeker niet in een zwembad. Want als jij, maar er zijn ooit mensen die doen diepzeeduiken of hebben een hobby, hoe lang kan ik onder water blijven? Die gaan die allemaal eens techniek toepassen die ze misschien van hof of weet ik wie geleerd hebben. En dan duiken ze met hun hoofd onder water. En dan gaan ze hyperventileren, nou dan kun je in een wasbak naar verzuipen. Dus zo ligt dat. En dan zeggen ze, ja, dat is zijn schuld. Nee, daar geloof ik niet in. Want dat ga je gewoon niet doen, dat doe je op een veilige plek, vind ik. En ook niet achter stuur. Want als jij ademhalingsoefeningen doet, dan raak je toch in een soort trance. Als je dan die retentiemethode hebt dat je adem inhoudt, ja, dan zou je best even van de wereld af kunnen zijn. Dan ben je met je auto helemaal van de wereld af, ook van de weg af. Dus het is hartstikke gevaarlijk. Maar die mensen gaan er dan niet op de manier om zoals ze het geleerd hebben waarschijnlijk. Ja, je gebruiken het voor andere doeleinden. Je hebt menig berg ook beklommen, hè? Ja. Je hebt in slechts 3 dagen de Kilimanjaro beklommen in een korte broek en korte mouwtjes, weet ik wat. Ja, ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hier was ik op de terugweg, hoor. Ik had die kleding niet allemaal aan toen ik omhoog klom. Ja, ik weet het niet. Er zijn er van de 29, 12, die zijn maar half weggekomen, allemaal jonge mensen. Ik was de oudste die er ooit tegen die berg opgewandeld had. En ik heb er niet zo moeite mee gehad, want ik heb ook ooit de Everest gedaan, de Basecamp. Mm-hmm. Inca Trail, Kalapantar, ja, noem maar op al die bergen. Ja, ik vind het wel een leuke uitdaging. Neem ons eens even mee, hè, want het is voor ons denk ik een hele andere wereld. Je komt bij zo'n berg aan, je hebt in je hoofd gehaald, ik ga de Kilimanjaro beklimmen. Juist. Je staat aan het begin, dan? Nou, je hebt 3 doorgaanskampen, zeg maar. Dus je begint eigenlijk te klimmen bij punt 1. En dan ga je die dag klim je 7-8 uur aan een stuk. En dan kom je in zo'n soort hut, waar je kunt overnachten. Mm-hmm. Dus er is een groep van die dragers die gaat vooruit, dus die koken het eten voor je. Je hebt allemaal een drager bij je die je complete bepakking draagt, plus dat je zelf nog een rugzak op hebt, want je hebt nog wel wat nodig. En dan de andere ochtend ga je weer verder naar basecamp 2 en dan naar derde kamp. En dat noemen ze de Kipo-hut, dat is de laatste. En dan ben je nog 1300 meter van de top af. Nou, ik kan je wel vertellen dat 1300 meter heel ver is. Hier loopt hem in 5 minuten of in 10 minuten, maar daar doe je... Ik heb hem toen gedaan van 12 uur, ik heb hem s'nachts gedaan tot 7:00. Dat laatste stuk dan. En dan ben je op de top. Maar wat doe jij? Hè? Je staat, ik neem aan, je staat niet op en je denkt van, hup, ik ga naar boven toe. Nee, wij hebben geprobeerd. En sommigen hebben dat wel gedaan en sommigen die denken, ach, dat kan ik allemaal wel. We hebben op die ademhalingstechniek van Hof, die me toen de tijd geleerd hadden, want dat zat helemaal niet in die cursus, dit heb ik gewoon vrijwillig gedaan, omdat hij me vroeg, zijn wij naar boven gegaan. Doordat je op de maat van je lopen een ademhalingstechniek toepast, kun je ook veel meer zuurstof genereren in je lichaam, dus dat betekent dat je ook geen hoogteziekte krijgt. Je krijgt altijd een hoogteziekte en als je uitrunt op oxygen, dus dat je geen zuurstof meer hebt. En daarom zijn er ook een hoop die draaien dan om, want die liepen nou, de eerste dag liepen ze net te fluiten en te zingen of ze in de Kalverstraat waren. Maar ik weet wat er gaat gebeuren, want ik heb veel bergen beklommen en ik weet dat het wel zo verschrikkelijk zwaar is, dat je daar niet de draak mee moet steken. En dan komen ze halfweg of 3/4 en dan gaat het niet meer. Het lichaam dat wil niet meer, ze worden ziek, krijgen hoofdpijn, worden duizelig. En dan is het tijd om zo vlug mogelijk naar beneden te gaan, anders gaat het niet goed met je. Wat voor mensen doen dit? Ja, dat is van allerlei soorten. Het zijn niet allemaal typisch net als ik. Dus er zijn mensen die, denk ik, daar heel vlug dat doen. En dan erachter komen dat het toch niet zo leuk is als ze gedacht hadden. Ja. Dus ik denk als je, ze zeggen nooit, don't underestimate iets. En als je van tevoren al weet wat je kunt verwachten. Ik denk dat je dan beter gewapend zoiets doet. Want ik weet zeker dat ik er altijd tegenop klim, dan moet ik er op een knieën tegenop. Dat duurt misschien wel een dag langer. Maar die mensen die gaan en dan lopen ze tegen beperkingen of moeilijke dingen aan. Ja. En dan zie je dat ze toch niet gem genoeg zijn om door te gaan. Ja. En dat is dan erg, want het heeft veel geld gekost, veel voorbereiding. Ja. En dan kom je thuis en dan moet je zeggen, ik heb het niet gehaald. En dan ben je 25 of 30. Nou, dan komt dat in je hoofd, gaat dat meewerken en dan ga je het nog een keer proberen. Ja? Dan heb je ook met Kennedy-marsen en zo. Hè? Ja. Ik heb er mijn mensen bij, die hebben het al 5-6 jaar geprobeerd. Ze zijn nooit verder gekomen dan 30 of 40 kilometer. Dus je moet wel eigenlijk goed erover nadenken wat je gaat doen.
En ervoor trainen. We hebben de bak hier in de studio staan. Super. Ik vind het nog steeds echt dat je daar in durft. Ja, dat is geen probleem. Het is hier heet, man. Ik ben blij dat ik een beetje af kan koelen. Ik vind het fantastisch. Ga je voorbereiden even rustig. Wij zien je straks terug hier in de studio. Ja, met minder kleren aan de snouw. Misschien gaat onze eigen burgemeester straks wel... Ik heb met Mark al gesproken. Hij zegt, ik moet er even over denken. Ik weet niet of je vandaag beslist of morgen, maar het gaat wel een keer gebeuren. Oh, ik kom straks bij je terug. Ja, dankjewel. Goed, ja. Ja, onze bekendste boswachter Frans Kapteins nam afscheid. En hij kreeg een onderscheiding van de commissaris van de Koningin. En hij kreeg namelijk de commissarispenning. En die ontving hij vanwege de waardering die hij kreeg, omdat hij zich onvermoeibaar inzet om mensen bewust te maken van de Brabantse natuur. En dankzij Oostwijk in Beeld hebben wij daar wat beelden van. Kijk even mee. Ik heb nou vrije tijd straks. Ja. Ja, dat zei ik ook al. Ja, precies. Leuk dat je er bent. Ik met jou willen dansen. Hè? Ja, dat gaan we nu zo doen. Hè. Ja, Frans. Wat leuk dat je bent. Enorm leuk dat je bent. Ja. Je hebt al zoveel toegezegd. Ja. Wauw, een hele DC. Hey, dank voor jouw kaartje ook. Ja. Oh, hey, Frans. Hoi, meisje. Wat leuk. Ik zal zo duimen voor jou. Dat was dat thuisje, want deze zwaar niet meer op te hangen. Dat is de parelsom. Ja. Oh, Bianca, toen ik zo helemaal vrijgekomen van Ikea. En we gaan ook de hele dag. De eerste goede samenwerking was toen wij de mooiste plek van Nederland meededen. Ik ken Frans vanuit Natuurmonumenten. Frans is een overbuurman van ons. Ik ben een vrijwillige boswachter. Social media voor binnen Natuurmonumenten. Van Natuurmonumenten. Frans is een goede vriend en een buurman. De voorzitter van onze carnavalsvereniging, de Befleisters. Frans is de schoonvader van onze zoon Joep. Frans ken ik vooral van de wandelingen. Het is passie voor de natuur. Gepassioneerd natuurkenner. Levensgenieter. Mooie, waardevolle man. Frans is een ontzettend lieve man. Onvermoeibaar. Ik vind dat hij zalig verklaard moet worden door paus Franciscus, want het is een zalige man. Geweldige liefde voor de natuur en vooral een geweldige, aardige vent. Passie voor de natuur, dat is wat wij ook delen. Dus. Natuurfanaat, zeg maar, in de goede zin van het woord. De eerste keer waarschijnlijk dat het groot spijt te klein is. En dat is ook terecht, want u weet echt deuren te openen. Ja, niet meer als Frans Kapteins, maar als apenstaartje, boswachter Frans. Maar Frans is ook een eigenzinnige kerel. En ik ben ook blij dat we er niet te veel van die daar zo eigenzinnig zijn. Het wordt namelijk de Tour de France. Ik ben al 5 jaar gedeputeerde natuur, maar ik kan me niet voorstellen hoe ik dat zou moeten doen zonder de achtervang van boswachter Frans. Ook voor jou. Wauw. €5000 voor. Dankjewel. Frans heeft 2 ridderordes hier. Een heel kleintje, die is van de koning. En een enorme grote, die is van mij. Ook van ons €5000. Zo, geweldig. Dankjewel. Die stort in als hij weggaat. En waarschijnlijk is dat dan de reden dat er ook iets opgebouwd moet worden. Het worden net iets over een paar duizend euro, die heb ik niet bij me voor alle duidelijkheid. Ik moet een beetje netjes in band, ik moet naar Frans Kapteins. Frans Kapteins? Ja, boswachter Frans. Boswachter? Woont hij hier in de buurt? Werkt hij hier in de buurt? Ik wil ook graag de zilveren leg bij mij van de gemeente Oostenrijk overhandigen. Als blijk van enorme waardering voor alles wat jij gedaan hebt. Ja, dat zie je maar. En die hoge onderscheiding bestaat uit 2 delen. Ik wou dat iedereen zo'n gepassioneerd en goed gebruik van die social media maakt als jij. Want je bent daar een groot voorbeeld. Ja. Om jou te benoemen tot de eerste ambassadeur van het Van Gogh Park. Iedereen mag meezingen. En hij deelt graag zijn passie met ieder die wil. Boswachter Frans, zonder jou wordt.
Ja, dank aan de collega's van Oosterwijk in Beeld. Ja, de afgelopen weken hebben alle inwoners van Bokstel, Liemt en Lennesheuvel een brief in de briefbus ontvangen over de BIN, oftewel de Bokstel informatie, het Bokstels buurtinformatienetwerk. Het is niet niks. Om bij ons in de studio om daarover te praten, onze eigen burgemeester Mark Buijs. Mark, welkom. Dankjewel. Ten eerste, ik zei het net al, het is dierendag. Heb jij ook nog een favoriet dier? Ja, zeker. We hebben thuis een huisdier en dat is een hond. Luc heet die. En het is een vuilnisbakkerras. Het lijkt een beetje op een flatcoat retriever. Een heel leuk hond, een heel actieve hond. Ondanks dat hij 11, 12 is. Maar is bij ons echt een onderdeel van ons gezin. Dus dat is mijn favoriete dier. En is er vandaag nog iets speciaals gedaan? Ik heb er vandaag niks speciaals aan kunnen doen. Maar het is zo bij Luc, wij zijn iedere dag speciaal met Luc, om het zo maar even te zeggen. Dus niet alleen op zijn dag is dierendag, dan aai je hem een keer extra. En dat doe je zeker, maar Luc is gewoon echt een onderdeel van ons gezin. En het draait ook in die zin volop mee. En hij is goed voor ons en wij zijn goed voor hem. We gaan praten over de BIN, hè? De buurtinformatie, het buurtinformatienetwerk. Dat geënt is eigenlijk om de veiligheid van in de wijk te verbeteren. Ja. Hoe is dit ooit ontstaan? Buurtinformatienetwerk is in Nederland al op andere plekken ontstaan, in andere gemeentes. Mm-hmm. Het heeft eigenlijk een beetje te maken met de scheiding die wij eigenlijk in de gemeenschap vaak gehad hebben. Is dat de politie voor de veiligheid zorgt, daar met de gemeente op samenwerkt. Maar we komen er steeds meer achter dat het integraal werken, dus het potentieel wat buiten zit. Hè, Peter had het net over meewerkend Bokstel. Mm-hmm. Het potentieel wat buiten zit ook daarbij te betrekken en te gebruiken. Mensen werken heel graag met ons samen om te zorgen dat hun buurt leefbaar en veilig blijft. Dus mensen kunnen ons heel veel informatie geven waar wij ontzettend veel meer mee kunnen doen op het gebied van veiligheid en openbare orde. En daar is BIN eigenlijk uit ontstaan. Je ziet het op veel plekken gebeuren dat de samenleving erbij getrokken wordt. En die extra kracht kan gewoon veel meerwaarde geven, ook op dit soort dossiers zoals openbare orde en veiligheid. En wie zijn hier in onze gemeente eigenlijk allemaal in betrokken? Contour de Twern is erbij betrokken. Mm-hmm. De gemeente, de politie en natuurlijk onze inwoners. En dat gaat heel erg hard. Want sinds dat we gepubliceerd hebben dat we met dat netwerk willen beginnen, daar wat uitleg over gegeven hebben. We gaan natuurlijk ook nog avonden houden volgende week. Hebben zich al 382 mensen aangemeld. Ja, zo. Dat gaat ontzettend hard. Dat is nu een goede week bezig. En de teller staat al op 382. Dus zo groot is ook de behoefte van mensen om mee te werken aan veiligheid in hun buurt. Wow. Ja. Ja. Hoe moet ik me voorstellen, wat kan ik doen? Stel je voor, ik zie bij mij in de wijk om 3:00 s'nachts een vreemde man lopen. Ja. Wat dan? Nou, er zijn verschillende soorten dingen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld al de WhatsApp-groepen. Die ken je. Ik heb onderlaatst in Luissel met een van onze raadsleden, dat was hartstikke leuk, een WhatsApp-groep geopend. Mariel van Alfa was dat. En dan zie je dat mensen elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt via WhatsApp. Dat is een middel waarbij je vrij snel met elkaar kunt schakelen over, jongens, let even op, dit of dit kan er gebeuren. Nou, het BIN-model is een wat, kan een snel model zijn, maar over het algemeen een wat meer informatiemodel, wat gericht is naar gemeente en politie, waarbij de politie gegevens verzamelt via een BIN-coördinator om later iets mee te doen. Dus als je iemand ziet lopen, dan zou je kunnen zeggen, nou, ik geef dat door aan die BIN-coördinator via mail. Dan neemt hij dat mee en krijgt hij dat op verschillende plekken, die signalen dat iemand vreemd zich in de wijk gedraagt. Dan brengt hij dat over via mail naar de politie. Zie je bijvoorbeeld iemand in de wijk lopen met een pistool, ja, dan ga je niet zitten mailen. Dan bel je 112. Dus er zijn, BIN kan zorgen dat mensen gewoon wat alerter worden, wat meer samen gaan werken op dat veiligheidsdossier. En er zijn verschillende soorten zaken die je op een andere manier oplost. En BIN kan daarin helpen. Wat BIN ook doet, bijvoorbeeld ten opzichte van een WhatsApp-groep, is dat BIN heel veel terugkoppelt. Als je een WhatsApp-groep hebt waarbij mensen elkaar op de hoogte houden, informatie geven, en iemand belt de politie op, dan wordt dat wat ermee gebeurt teruggekoppeld aan diegene die de politie gebeld heeft. Nou, met dit systeem krijg je terugkoppeling naar iedereen die lid is van dat buurtinformatienetwerk. Dus het is een iets meer langere termijn iets. En het is ook wat breder, het wordt wat bredere informatie gedeeld. Dus je deelt eigenlijk met heel de groep. En dat is ook heel erg belangrijk, want het delen met heel de groep laat ook mensen zien dat het iets oplevert om met elkaar aan veiligheid te werken. Nou, dat is het voordeel van het BIN-systeem. Maar al die systemen, een WhatsApp-groep en een BIN-systeem, dat past allemaal feilloos bij elkaar en versterkt elkaar eigenlijk alleen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de bedoeling van het hele systeem. En je hebt het al over een BIN-coördinator. Die wordt
de Binco genoemd. Ja, de Binco noemen ze, ja. Ik vond het wel heel stoer. Ja, nee, goed. Ik ben een Binco. Het is een naam die volgens mij... Wie is een Binco? Ja. Wie is het? Dat zou iedereen kunnen zijn, mits iemand natuurlijk wel een beetje van onbesproken gedrag is. Hè. Want de binnencoördinator heeft wel een heel belangrijke functie. Mm-hmm. Die filtert gegevens die binnenkomen van de binnenleden. En die zet dat door naar de politie. En die krijgt ook de eerste terugvertaling van de politie. En zet het dan weer door naar de leden. Nou ja, goed. Een ander iets bij BIN is dat mensen anoniem kunnen deelnemen. Als je met een WhatsApp deelneemt, dan kent iedereen je telefoonnummer, je naam en dat soort zaken. Hier kun je anoniem deelnemen, dus je geeft je op bij de beheerder. Bij ons op de website staat www.binboxtel.nl en daar kun je jezelf ook opgeven. Nou, een BIN-coördinator is iemand van onbesproken gedrag die in die buurt of wijk de zaak wil trekken en de rol wil vervullen van de man die filtering aanbrengt, die terugkoppelt of die koppelt naar de politie en terugkoppelt eventueel ook weer naar de mensen zelf. En dat is dus een spil in het netwerk van dat veiligheidsgebeuren. Ja. Je zegt al een BIN-code, die is van onbesproken gedrag. Ja. Worden die gescreend? Ja, er wordt wel in zekere mate gekeken of je niet te veel antecedenten hebt. Ja. En hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat doet de politie. Dat is ook... Wordt ondertussen even wat ijs in het bad gegooid. Heel veel succes overigens. Ik vind het dapper wat u doet. En wat mensen nog niet weten, dat vind je misschien niet fijn als ik dat zeg, maar 78 jaar en in een blakende conditie. En dan zo'n controle over 77 en dan zo'n controle over het lichaam hebben, dat... Ik benuit u een beetje, om het maar eerlijk te zeggen. Geweldig, hoor. Ja, voor de mensen thuis, ik zie dat camera 1 gaat draaien, maar ik ga nu even gewoon naar die toe. Voor de mensen thuis, dan loopt hier in één keer een man als je denkt van, tegen wie is onze burgemeester aan het praten? Nou, er loopt hier in één keer een man met een zwembroek naar binnen toe, de studio in. Ik zou zeggen, Frans, je mag... Het is jouw moment. Ik kom even naar je toe. Mark, ik kom zo bij je terug, goed, ja? Goed. Gaan we praten... Want dit is ook wel een soort Binco. Ja. Zeker. Eigenlijk. Ik heb hier niet meer reis. ik kom naar je toe. Oké. Okay. Wacht. We moeten er wel een momentje van maken, Frans. Okay, ik pak even een microfoon. Ja. Wat gaat er nu door je heen? Niks. Gewoon lekker koel. Het is hier veel te heet. Het is fijn. Het is lekker. Koel je lekker vanaf. Maar moet jij nou nog op een bepaalde manier voorbereiden? Of? Wel mentaal, dus dat wel. Ik kan niet zomaar in één keer in zo'n koud bad stappen. Dat kan ik wel, maar ik heb al lang gedacht dat ik erin ga. Dus dat noemen wij mindset. Dus als je kunt concentreren of sterke mind hebt, dan kun je erin stappen. Dus ik ga nou proberen geen koud te voelen direct. Ik hoorde de burgemeester net al zeggen, ik vind het eigenlijk wel echt heel bijzonder. Die wil misschien wel een keertje meedoen. Ik zou zeggen, de fontein op de markt gooien we vol met ijs en zetten we Mark Buijs met jouw lessen erbij. Daar komen er veel mensen kijken. Waarom zouden mensen een les nemen? Voor de gezondheid. Dus je krijgt een veel betere doorbloeding, je lichaam raakt in balans. Het is een combinatie van ijsbaden, ja geen ijsbaden... Koud water, ademhalingsoefeningen en mindset. En door je krijgt een sterkere mind, je immuunsysteem wordt veel beter. Ja. Je wordt gewoon een heel ander mens. Ja. Je wordt een stuk vrolijker, geen stress meer, geen moeheid meer. Wat iedereen tegenwoordig heeft, stress en moeheid. Dus hier is de oplossing. Hoeft niet altijd ijs te zijn. Hè? Ik zie jou continu lachen. Ja, natuurlijk. Ik heb goede zin. Meestal heb ik dat als ik mijn ijs in mijn glaasje whisky doe. Ja. Kijk, dat heb ik ook lang gedaan, maar dan had ik hier nou niet staan. Zullen we er een moment van maken? Ja, dat is goed. Ja, ik ga je gewoon helpen. Moet ik je helpen erin? Nee, hoor, niks. Dan krijg ik morgen heel boksel op mijn nek. Oh. Moet je ik zou zeggen, maak dan een sprongetje. Ja, een sprongetje doe ik niet, maar ik zal er wel in staan. Ja? Maar je gaat er zo in zitten. Moet het niet dan? Ja, ik weet het niet. Ja, ik zit heerlijk. Maar, schud hem maar in. Voor de mensen thuis. Dit is een heel leuk moment. Ja? Ja? Zal ik het voorzichtig doen? Zo? Oh. Hij komt, hè? Zal ik ook nog een beetje over je schouder? Dat is ook goed. Ja? Zo. Lekker. Maar kom je er ook zo bij zitten? Ja, ik wacht nog even. Is dat wel vrij, hoor. Ik ga even terug naar onze burgervader. Als het niet goed gaat,
Nou, daar zie je hem wel onderuit schuiven. Blijf rustig zitten. Ja, Mark. Is toch een inspiratie voor veel mensen. Bizar, hè? Zo iemand, hè? Die op die leeftijd zo vrolijk en dan zo'n doorzettingsvermogen. Ik kom zeker een keer bij je kijken. Je bent ook wel. Ja, wat zou voor jou de reden zijn om zo'n cursus te nemen? Ja, als je het ook hoort hoe je in het leven kunt staan en de balans vinden in het leven. Hè? Dat is voor een burgemeester ook heel erg moeilijk. Hè? Je rent van hot naar her en je doet van alles, maar kom je ook af en toe ook aan jezelf toe. Mm-hmm. Nou, dit is een manier om dat heel bewust mee te maken, denk ik. Hè? Dus echt in jezelf, echt dicht bij jezelf te komen. En dat lijkt me uniek, dat maak ik niet zo vaak meer mee. Ik heb heel veel plezier in wat ik doe overigens, maar dat is wel heel leuk om een keer te doen. Dus ik ga zeker een keer bij je langskomen om een keer met jou samen te kijken hoe dat gaat in de lijn. Ja. En vooral de positiviteit, hè? Dat is echt... Je ziet hem continu lachen. Ja, en dat is gewoon belangrijk. Ja. Er is zoveel leuks. Even terug naar de BIN toe. Ja. Even lolletjes door, maar het is wel echt een serieus heel onderwerp. Serieus, ja. Alle inwoners kunnen zich aanmelden om BIN-lid te worden. Ja. Kun je ook anoniem melding bijvoorbeeld maken? Ja, je kunt, als je BIN-lid wordt, dan ben je anoniem. Mm-hmm. Want je geeft je op bij een beheerder. Die beheerder maakt nooit openbaar wat je e-mailadres is als er teruggemaild wordt. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk lid en je bent anoniem lid. Mm-hmm. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om geen lid te worden. Dat kan ook. En dan kun je ook op de website van www.binboksel.nl ook je melding doen. Alleen krijg je dan de terugkoppeling niet van wat er met de zaak gebeurt. Mm-hmm. Dus het is, lijkt me toch verstandig om gewoon lid te worden. Mm-hmm. Als je dat niet wil, hoeft dat natuurlijk niet. Kun je toch van hetzelfde gebruik maken. Alleen die terugkoppeling lijkt me gewoon goed. Hè, dat je met elkaar ook eens terug ontvangt. Wat gebeurt er met de dingen die we doen? En hoe pakt het uit? En als je een keer succes met elkaar hebt, dan is dat ook fijn om te weten. Mm-hmm. Dat het werkt. Je had het net al over die buurts WhatsApp groepen. Ja. Maar even, we zetten ze even naar de sky. Je hebt een buurt WhatsApp groep en de BIN. Hoe werkt bijvoorbeeld deze buurt WhatsApp groep en wat is nu het exacte verschil? Ja, het zijn alle twee geweldige middelen. En op heel veel plekken in Boksel is de buurt WhatsApp groep al ontstaan. Gewoon omdat de buurt... Het is een goed Scrabble woord, ja. Buurt WhatsApp groep. Ja, ja, ja. Nee, dus, je kunt er nog heel wat over breken. Ja. Het is door de mensen zelf opgezet. En gewoon om die veiligheid ook in de buurt te borgen. En mensen geven informatie aan elkaar door. Vooral over dingen waarvan ze denken, nou, dit is uitzonderlijk, mm-hmm, of hier klopt iets niet. En daar kunnen ze elkaar over informeren om te zorgen dat ze uit de problemen blijven. Mm-hmm. Nou, BIN voegt daar gewoon weer een stukje aan toe. Gemeente zit erbij, politie zit erbij. En je bent veel meer met elkaar bezig een dossier te bouwen wat kan leiden tot een oplossing van een bepaalde zaak. Mm-hmm. Ook zou de politie buurtbewoners kunnen informeren over wat er eventueel kan spelen in een wijk. Als er iets aan de hand is in de wijk, mm-hmm, of ze iemand zoeken die zich wel eens ophoudt in de wijk, ja, dan kan de informatie ook van de andere kant komen naar de inwoners om op te passen voor dit of dat. Dus het is daar zitten gewoon verschillen in. Maar ik denk dat ze gewoon vooral beide in samenhang een mooi palet bieden voor de burger om met leefbaarheid en veiligheid in de wijk bezig te kunnen zijn. Contour de Twern zit ook in deze samenwerking. Wat is hun taak exact? Ja, maatschappelijk werk is natuurlijk overal belangrijk bij. Maatschappelijk werk heeft ook een groot netwerk. Mm-hmm. Weet ook ontzettend veel zaken. Dus dat merkten wij al op het gemeentehuis. Hè. Op het moment dat wij samenwerken in het kader van openbare orde en veiligheid, doen we dat ook niet meer alleen. Mm-hmm. Sociale dienst is daarbij betrokken, maatschappelijk werk is daarbij betrokken. En je probeert met elkaar meer aan die voorkant te komen. Want dat is eigenlijk ook wat je doet met dit soort zaken, is proberen om zaken te voorkomen. Het is natuurlijk heel mooi dat wij uiteindelijk in Boksel, zeggen sommige mensen, 10 panden sluiten in het kader van drugs. Maar mm-hmm, veel mooier is als we met elkaar een hele hoop kunnen voorkomen. Mm-hmm. Dus veel meer aan die voorkant kunnen komen zitten. Nou, dit soort organisaties zijn gewend om aan de voorkant te zitten. En kunnen daar ook heel veel informatie over leveren om uit de problemen te blijven. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus die organisaties hebben daadwerkelijk allemaal een doel in dat bredere verband. Ja. Want hoe is het eigenlijk gesteld met, want we richten ons nu heel erg op, ik zie 's nachts een vreemde man lopen, of, maar het gaat natuurlijk veel breder. Maar hoe is het eigenlijk gesteld in de gemeente Boksel op dit moment op het gebied van criminaliteit, et cetera? Ja, die cijfers, dat is ook, we krijgen iedere keer cijfers en soms lopen die cijfers ook op. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat je heel veel doet. Mm-hmm. Op het moment dat we een pand sluiten,
dan komt er weer iets naar boven. Dus dat netwerk wat we nu met elkaar aan het creëren zijn, zal in beginsel zorgen voor hogere cijfers. Uiteindelijk voor lagere cijfers, maar in beginsel voor hogere cijfers. Omdat je met elkaar veel meer op kunt letten, veel meer ziet en dus ook veel meer constateert. Mm-hmm. Dus dat er op een aantal zaken ook verhoogde cijfers zullen komen. Daarom zeggen cijfers ook niet altijd iets over de feitelijke gesteldheid. Hè, want het gaat vaak over dat wat je niet ziet. En cijfers zijn de dingen die je wel ziet. Dus als wij heel weinig doen aan opsporing, dan zullen de cijfers ook niet heel erg hoog zijn. Ja, je krijgt wel excess omdat mensen denken we mogen alles. Maar dat is natuurlijk ook heel veel wat onder de radar gebeurt. Dus met elkaar kun je die cijfers op laten lopen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je uiteindelijk komt tot structureel lagere cijfers. Maar daar heb je gewoon echt tijd voor nodig. En het loopt in Boksel behoorlijk goed. Alleen je ziet, ja, soms zijn we bijvoorbeeld de klos met inbraken. We zijn een plek die natuurlijk een mooie uitvalsweg aan de A2 heeft. En dat soort plekken die zo aan de snelweg liggen, die hebben wel eens te maken met golven van inbraken. Mm-hmm. Nou, dat zijn met name onderwerpen waarbij je één, jezelf beter kunt beschermen tegen inbraken. Maar twee, als je met elkaar samenwerkt, ook veel eerder slagen kunt maken mm-hmm. in het oppakken van dieven. Mm-hmm. Want ja, met z'n allen zie je meer en weet je meer dan alleen. Mm-hmm. Nou, door de burger te activeren daar meer mee bezig te zijn, waakzamer te zijn, krijgen we ook veel meer informatie binnen. En zijn we ook veel meer in staat, en dat blijkt ook bij andere gemeentes die dat binnen al ingevoerd hebben, mm-hmm. om dit soort zaken op te lossen. Wat doe je er zelf aan om de mensen te overtuigen dat ze zich moeten aansluiten bij de BIN? Nou, we gaan avonden houden in Liemde, maar ook in de andere wijken. En ja, dan ga ik over dit onderwerp praten. En dan ga ik ze ook vertellen wat ik ervan vind. En dat ik in ieder geval heel erg fijn zou vinden als we met elkaar op dat onderwerp samen kunnen werken. Dat niet alleen politie alleen staat of de gemeente alleen staat, maar dat we vooral ook door samen te schakelen veel sterker worden om zaken uiteindelijk in goede banen te leiden. Ja. Dus ik ga ze proberen te motiveren eraan mee te doen. Zijn er ook mensen die bijvoorbeeld die zich niet willen aansluiten erbij? En wat is dan de reden? Dat hebben we eigenlijk nooit gepeild. We doen dit om te zorgen dat mensen vrijwillig en enthousiast mee kunnen doen. We proberen ze te enthousiasmeren. En ik ben ervan overtuigd, hè. Het begint met de 100 en we zitten nu aan de 390, 400 bijna. Mm-hmm. Misschien al wel 400 als je vandaag zou kijken. Het gaat heel snel. Want mensen vinden dat ook gewoon interessant. Vinden het ook noodzakelijk om veilig te kunnen leven en een leefbare wijk mm-hmm. te hebben. En ik denk dat als we begonnen zijn dat alleen maar kan groeien tot grote hoogte. Gezien de aanmeldingen die er nu zijn is dat ook geen onredelijke verwachting. Op naar de ideale wereld. Naar de ideale wereld zullen we nooit krijgen. We moeten ons niet voorstellen dat er geen maatschappij meer is waarin dingen gebeuren. Maar door er samen aan te werken kunnen we ook meer vertrouwen hebben in die samenleving. Als we altijd afhankelijk zijn van anderen en daar zelf geen rol in hebben, dan voelt dat ook heel anders en dan beleven mensen dat ook heel anders. Ja. En dat doen we eigenlijk steeds meer. En meewerkend boksen is vandaag al genoemd. Laat mensen ook een rol pakken in zaken die voor hun essentieel zijn. En, dat gebeurt bij dit onderwerp nu ook. Prachtig, mooi initiatief. Ja. Wil jij thuis nu meer informatie of je aansluiten bij de BIN? Ga even naar de website www.omroepdommeland.nl. Super, tot de volgende. Ik ga heel even kijken hoe het met Frans in de bak is. Die zit ook in de bak. Hij lacht nog, dus... Gaat het nog goed, Frans? Ja. Ja? Ja, ja. Je ligt er heel ontspannen bij. Ja, ik heb niet meer plek. Ik dacht dat die ton groter was. Ik moet een groter hebben. Maar dit doe jij dus iedere ochtend? Ja, maar heb ik een grotere ton, ja. Ja? Ja, mijn vrouw doet het ook zo, hè. Ja, het is een wedstrijd wie het eerst in de tonnen zit. Nou, ik hoor wel iets aan jouw adem. Of adem... Of ben je zo relaxed? Ik weet het niet, ja. Waarschijnlijk als ik erin zou liggen, dan... Denk ik dat ik na één minuut... Ja, ik lig wel een minuutje vijf, denk ik, nou onderhand, hè. Mooi. Heel goed. Zullen we er gewoon uitstappen? Ja, Ik heb hier een handdoek voor je. Ja, dat weet ik. Ik heb hem daar neergelegd. Jij wil zorgen dat wij de wereld eruit doorkomen, juist, Frans. Juist. Heel goed. Ik blijf altijd maar gewoon liggen. Over 2 weken zijn we er weer. Dit was hem. Fijne avond.